Ik ben Samantha, ik ben 22. Ik studeer aan de PABO en ik ben tweedejaars student. En ik begeleid Bara. Ik ben Bara Abouyeib, ik kom uit Syrië oorspronkelijk en nu ben ik in Nederland 3 jaar. Nu studeer ik International Business and Languages op de HAN. Het is een best zware opleiding, het gaat wel, maar het gaat niet over rozen. En ik ben heel blij dat ik nu een mentor heb. Het Refugees at Campus project staat voor het koppelen van Nederlandse studenten met vluchtelingstudenten. Het leek me heel erg gaaf om studenten met een vluchtelingachtergrond te begeleiden. De eerste ontmoeting was best spannend. Hey Bara. Ja, goed. Met jou? Ja, gaat ook goed. Ja. Weet je nog dat we de eerste keer hier hadden afgesproken? Op de een of andere manier dacht ik wel, dit moet goed komen. De band is gegroeid gewoon tussen ons. Ja, klopt. Naarmate het project vorderde, merkte ik dat hij veel meer had ook aan gewoon het contact in het algemeen. Ik voel me niet meer als vreemdeling, als vluchteling die de taal niet kan beheerst. Dat komt door het hulp van het UAF ook. Door jouw hulp ook natuurlijk. Dat is jouw school, hè? Ik ben een PABO-student, dus ik dacht, met Nederlands kan ik hem sowieso begeleiden. Wat ik soms moeite ermee heb, is gewoon het schrijven van formele en informele brieven. Ja, Nederlandse taal. Ik heb zelf al brieven en dan kan ik je wel laten lezen. Het is echt een van de moeilijkste talen ter wereld. Als je dat wil leren, dan moet je niet verwachten dat het jou gewoon komt aanwaaien. Heb je verder nog een woord waarvan je denkt, nou, dat lukt niet helemaal? Daar heeft mij Samantha gewoon veel mee geholpen. We zijn vrienden geworden en het project biedt eigenlijk meer dan gewoon een technische hulp. Ja. Terwijl ik dat van tevoren niet had gedacht. Nou, dan ging toch alles wel beter. Ondanks dat Bara het allemaal heeft meegemaakt in Syrië, heeft hij het zo goed opgepakt om alles voor elkaar te krijgen wat hij nu heeft bereikt. Mooi hier, hè? Ja. En wat voel je hierbij? Ja, het doet mij gewoon dat aan mijn reis naar hier toe denken. Hij heeft mij niet veel verteld, maar de dingen die hij heeft verteld zijn me wel heel goed bijgebleven. Ja, ik was vroeger gewoon gewend om met mijn vrienden, familie, gewoon samen aan de zee te zitten. Dat ik heel anders nu tegen de oorlog aankijk die hij heeft meegemaakt. Ik heb haar een keertje uitgenodigd bij mij thuis. Als zij bij mij thuis komt, bied ik hem een kopje koffie aan met een koekje. En dat is het dan een beetje. Mijn moeder natuurlijk heeft haar gewoon hartelijk verwelkomd en heeft gewoon gekookt voor haar. Het was een hele tafel vol met hummus en lekker broodjes en allemaal gevulde dingen. En dat vond ik zo bijzonder dat de moeder van Bara dat gemaakt had. Ik voelde me al helemaal thuis, terwijl het de eerste keer was dat ik daar was. En ik ben zo blij dat hij zo gastvrij is geweest naar mij toe, dat ik vanavond boerenkool voor hem ga maken. Ik denk eigenlijk niet dat hij zin heeft in boerenkool. Moet je ruiken. We gaan het gewoon proberen. Misschien vindt hij het wel hartstikke lekker. Jij mag gaan prakken. En dat is? Met deze erin prakken. Nee, hoe weet ik dat? Ik heb nooit gekookt eigenlijk. Wat? Heb je nog nooit gekookt? Oh, wat erg. Het is klaar. Moet je zien. Dat ziet er fantastisch uit. En wat vind je ervan? Ja, ik vind dat het geen smaak heeft, dus... Nou, positief.